Dit is zomaar een huis in Den Haag. En toch is het niet zomaar een huis in Den Haag voor de bewoonster. Want die wordt er getergd door een klein, maar hoogst onaangenaam insect. Het is niet om te leven, want ze zitten dus overal in. In je brood, in je suiker, in je zeepoeder, in je lindengoed, in je bed. Nou ja, dit is hier gewoon niet om mee te leven. En zodoende ben ik dus om naar de volksgezondheid te gaan en naar de GGD. Maar volksgezondheid en de GGD brachten geen uitkomst. Een chemische industrie bestudeerde de gedragingen van Monomorium pharaonis, de faraomier zoals het kleine insect heet, dat voor het eerst 100 jaar geleden in Europa gesignaleerd werd. Men kwam daarbij tot de ontdekking dat er slechts één bestrijdingsmethode volledig afdoende is, en wel het aanbrengen van lokazen die gemengd zijn met een voor de mieren schadelijke stof. Deze methode is te verkiezen boven de bestrijding met spuit- of stuifmiddelen die vaak voor de mens schadelijk kunnen zijn. De lokazen moeten worden aangebracht op de banen waar langs de werksters naar de nesten lopen, die meestal op onbereikbare plaatsen achter tegels en plafonds of onder vloeren verborgen zijn. De werksters nemen dan het vergiftigde voedsel mee naar het nest om er de koninginnen en de larven mee te voeden, waardoor na enige tijd de hele mierenkolonie wordt uitgeroeid. Het aas bestaat uit strips van aluminiumfolie waarin zich een kleine hoeveelheid verse lever bevindt die vermengd is met het gif. Door deze bestrijdingsmethode zal Monomorium pharaonis onherroepelijk het veld moeten ruimen. En in Den Haag, zo goed als op vele plaatsen elders in ons land, zal men dan met een zucht van verlichting kunnen zeggen... Nou, dat was het.